Iraat die belt van Hernandez met een hele snelle drive. En die maakt ze de voormalige kampioenscoach van Sportief Grasshoppers. Paasjes van Irati Beltran Hernandez. Fraas, niet zo handig. Goed tussengestapt. En simpel afgemaakt door uit CTO. En kwam in 2019 weer terug bij Grasshoppers. Drie draait goed weg. Maar dat was net even te ver uit balans. Rebound gepakt door Marieke van Schie. En dan hebben we schieter Kangoes om die reeks te doorbreken. Naar een pas op door. En dat doet ze goed. Paas naar Lisa van Dalsum. Slalomt keurig naar binnen. Dat doet ze heel goed. En op het juiste moment speelt het dribbelen. En die mist Jara Paulides. Een van de telgen uit de Paulides-dynastie. Mooie paas. Ze goed weggedraaid. Weggedraaid. En slordig geschoten. En rebound voor René Hoveling. Die altijd goed is voor veel rebounds. En dit is echt. En die gaat niet goed. Maar de rebound zit in de grijpgrage handjes van Irati Hernandez. En die loopt in één keer door aan de overkant. De week niet om zich te kwalificeren voor het Europese kampioenschap. Fantastisch. Soppers. Een driepuntspoging van buiten. 1-70. Dan kijken naar Rozov met de rebound. Die pakt ze goed. En die gooit ze. Drie punten voor Grasshoppers, die gaat er niet in. In de rebound, wie is daar attent? Irati Beltran Hernandez, goed paasje naar binnen. Snel omgedraaid van Lisa Stauffer. En wie was daar met de snelle handjes? Dat was Irati Beltran Hernandez. Niet gepraat in de ploeg van Grasshoppers. Dat Henny van Schaik, die raakt de bal kwijt aan Noortje Driessen. En die stuurt meteen de collega weg in een fast break. Voor Grasshoppers. En die gaan nu meer aanvalsrebounds pakken. We zijn nog geen 3 seconden. Ja. Dit was zeker wel 3 seconden, maar niet. Nou, goede actie van Rooshof. Heel sterke fake. En meteen in van Grasshoppers. Afkomstig uit Noordwijk. Hele sterke drive naar het bord. Noortje Driessen. Gaat makkelijk door de press heen. Geeft een assist. Op. Dan wil ik nog een kans hebben als de bal er niet in gaat om je aanval uit te spelen. En dan en zo zijn de meeste ballen op dit moment voor Grasshoppers. Puntje voor puntje weg bij de thuisploeg. Een driepunter, Sonja Kuit van Hernandez. Schot uit de hoek van Lieslotte Kulk niet goed. Rebound Leo Rompkes en dan is beetje Utrecht Kangroes hier weg. En dat is ze snel. Noortje Driessen. Mooi. Lea Rompkes, die kennen elkaar voor Temmen de Groot naar buiten. En die schiet de bal vast. Sonja Kuit geeft de bal prima af naar de Lisa van Dalsum. Die gaat er binnen toe. En die draait, blijft dan een halve seconde over, dus ze kunnen hem uitspelen. En dan staat René Hoveling veel hoog op de vrijworplijn. En dit keer krijgt ze de Hoveling. Achterschot aan, maar de bal stuit het ver weg. En dan is meteen Marieke van Schie weg. En die gebruikt de opera niet mee. Die kijkt toe als chauffeur van dienst. En goed naar binnen gaat Rosalie aan de wiel. En dan krijgen we een overdrijf van Lisa van Dalsum. Die stuurt uit Rooshof, paast uit. Lisa Stauffer, een goede drijf naar binnen. En die scoort ze. Vanaf voor BC de Kankroes, Rooshof met een drijf en... Een moeilijk schotje, maar die maakt ze. Hier persoonlijke fouten. Dus dat is uitkijken voor Grasshoppers niet onnodig fouten te maken. Drie geleerd. En in de oren heeft het over Noortje Driessen. Mooie paas van Noortje Driessen. Hele mooie.